Leuk dat jullie weer kijken bij een nieuwe video. Een keer een andere intro, maar we zijn dus, voor de mensen die dit herkennen, onderweg naar Zena Ole. We zijn dus onderweg naar Zena, hier in België. En als het goed is, zometeen aan de rechterkant, kijk maar, Zena. Ik ben benieuwd wat ze hebben in deze coronacrisis. Er zijn wel veel auto's, man. Dat is wel kloot altijd. Ja, wat is veel? Dat is de auto. Nou, we gaan even uitstappen, mondkapje op en naar binnen. Mondkapjes zijn dus verplicht hier bij Zena. Die zetten we dan ook maar op. Het is rustig in de winkel, maar dat betekent ook dat er maar 13 mensen hier in de winkel mogen komen tijdens corona. Ik denk dat we zo even gaan uitzoeken wat we gaan halen. Wat we ook gaan doen is dat we in deze video even gaan afsteken, maar dat zien jullie later. We willen gewoon zoals ieder jaar even een goede shopvideo maken hier. Veel shoppen. Het is altijd wel een mooie sfeer om hier binnen te komen. Alles nu achter spatschermen. Mooie pijlen die dus bij ons helaas er niet meer zijn. Echt bizar als je erover nadenkt. Pirata, die hebben we ook al gehad. Die grote vlinders ook. Die mooie vlam. Deze Funke-orgel, rakettenorgel, is gewoon eigenlijk een project in één. En dat schiet dan alles tegelijk naar boven. Wel voor 70 euro, maar echt wat je van Funke verwacht. Het is wel iets nieuws. Daar zie je het daarboven. Ik had er net een video van gezien. Echt heel lijp. Nou, die hebben we laatst ook gehad in onze video's. Die Bengal Foyer mix. Geven echt een hele heldere kleur. Die heb je dus ook nog, zoals jullie kunnen zien, genoeg Tinder Kings liggen. Hier zo ook, Zena Shockies. Ook in Polen gezien natuurlijk. Nou, deze luipaars collecties zijn ook altijd nice. Hebben jullie vorig jaar ook kunnen zien in de compilatie. We hadden die Bali tijger hadden we ook 2 jaar geleden, de hele collectie. Ja, echt altijd voor de betere producten. Oh ja, die Cloud Connect, dat is ook ziek gek. Die staat dit jaar hoog op het lijstje voor oud en nieuw, jongens. Die Cloud Connect. Die staat echt hoog op het lijstje. Maar dat komt goed. Hier de pijlen, de Rochetta. Oude vertrouwde. Nou, Lightyear waren ook in Nederland. Ik weet niet of het dezelfde zijn, maar die Lightyear-pijlen in Nederland was ik altijd wel fan van. Ik zeg eerlijk, normaal gesproken als we hier binnenkomen, dan is het helemaal chaos hier en drukte. Maar nu mogen er maar maximaal 13 personen hier binnen zijn. Dus dat is de reden waarom het waarschijnlijk ook rustiger is. Maar ik denk dat als je erover nadenkt, dat eind van het jaar, wanneer het echt duidelijk is dat vuurwerk gewoon nog doorgaat, dat het ineens gigantisch druk wordt hier. Je ziet hier op de grond ook allemaal lenen en zo die zijn gemaakt. Het is een klote tijd. Maar ik hoop in ieder geval dat alles in Nederland en vooral ook in Duitsland met de supermarkten gewoon doorgaat. Want anders is het een verloren jaar, jongens. Is het eigenlijk al een beetje, maar die zijn in Nederland niet meer toegestaan deze week. Sowieso geen pijlen, denk ik. Nee, helaas niet. Zo jongens, even een paar knallers. Zometeen gelijk even wat afvuren hier voor de deur. Oh ja, nog een zie je kijken hier. Zo, mooi man. Netjes aan de kilo's gehouden. Die is voor oud en nieuw, die gaan we niet nu zometeen doen. Maar we hebben de Sunda Clouded Leopard van Luipaars. Mooi cake. Die is nu ook in de aanbieding van 100. En gewoon legaal in Nederland, dus dat is super nice. Verder hebben we een tasje met knallers. Even een aantal dingen. Hier bijvoorbeeld Funke-pijlen. Verder hebben we hier zo de Salute-raketten van Funke. Zijn best wel met groot. Met zilverstaart, hè? Ja, echt nice. Die gaan we ook even testen. Mag
is nog wat punten van mij? Lilliput raketten, die hebben we al eerder gehad, volgens mij. Lachen. Van Funke. Nee, dit zijn allemaal knallers. Vet man. Zena Tueno nummer 5. Nummer 3. Ze zitten wel in een mooie stevig doosje, hè? Ik vind het wel vet man, die zijn hè. Zeker. De Bison. Ja, het zien voor degene. Ja, zitten nu in zakjes tegenwoordig. Oh, oh, oh. Hey. Boterhamzakjes. Mooi man. Zeker, kijk dit. Ik ben ook echt benieuwd naar deze. Oh ja, wat we ook hebben is deze Red Widow. 5 stuks in een doosje en zijn heel groot. We hadden maar eens inderdaad eentje uit. Dit heeft iets weg van die gekleurde vlinders. Klopt, en dit lont dat geeft kleur. Als je het aansteekt. Lachen. Dus dat is nice. Al met al, ligt er nog wat? Ja, hier. Oh ja, hier hebben we ook nog de Italiaanse lijn. Piccolo Pirata. Piccolo Pirata. Sanzara. Nog een keer Pirata. Pirata. Vespa. Was maar een Vespa. En een Colpo, 10 stuks. Ja, okay. Oh ja, om even een voorbeeld te geven. Dit zijn ze. Even kijken voor de gein even eentje. Colpootjes. Lijkt heel erg op Megatrends. La Lont. Ja, inderdaad. Zeker man. Mooi man. Hier komen nog wat matjes bij. Dat zie ik idee. Zo, nou die zetten we op een taartje. Oh ja. Thanks, Cake Fireworks. Nou, dat gaan we zo meteen even allemaal schieten. En ik moet jullie eerlijk zeggen jongens, er komt nog een video van, een stookvideo, in zijn geheel. Maar we gaan zo meteen wel al wat shots laten zien in deze video. Maar waarschijnlijk volgende week de afsteekvideo van al deze producten. In ieder geval, dan gaan jullie dat terugzien. Maar we hebben een aantal leuke dingen gescoord. Hoppakee, die andere ook, die tas. Lekker bezig. Hey. Gaan we zo gelijk even stoken. Ik heb het trouwens ook extra meegegeven. Oh ja, ja. Het meeste wat hier ligt gaan we afsteken. Alleen zien jullie dat in een volledige stookvideo. Ik denk dat die over een paar dagen online komt. 2-1 nummer 5. Benieuwd. Dik lontje man. Jezus. Wat dichtbij hè. Horen dicht. Hier, doe dan die grote. Nee, even, ja, als vergelijking. Wacht even als ver. Oh, ja. Met zilverlont. Je kan dat doen. Die smeut een beetje. Het begint gelijk te regenen, hè, op het moment dat we stoken. Hier. Deze, een drietje. Oké. Okay. Nummer 3. Nummer 3. Op zich wel goede knallen. Ja, zijn wel prima. Mammotje. Hou de vertrouwde. Hartstikke direct. Kijk voor de. Tegenwoordig is het niet kijk uit voor het gips, maar voor de lontjes. Zo. Ja, ze vliegen, hè? Oh. Nog eentje. Ja, gek hè? Ding is, Die zon. Ja, dat is wel lachen. Dat is een idee. Ja, die lontjes schieten weg. Ja. Echt voor uitkijken. Zullen we een. Nog even een paar. Met een mammot erbij? Je bison. Twee tegelijk. Lekker. Zo, ploffen. Gekke knal. Oh. Hier, heb je nog een bison? Zo. Jee, film maar even man, bro. Ja, zo. Wat is dat? Nummer 3. Hey. Oh, een auto, man. Ja jongens, dat was weer de video voor vandaag. We hebben leuke dingen geshopt in België. Binnenkort een stookvideo. We hebben ook een mooie cake natuurlijk. En binnenkort gaan jullie het allemaal terugzien. Volgende week waarschijnlijk de stookvideo van alles wat we hier hebben gehaald. Wij gaan weer de auto in. Ik zie jullie weer bij de volgende video. Later.